Uh, ik zou even nog meer heen. en uh, ja, we binnen op een radio. De ik om screwd dat je hartstikke volle publiek zit. Straks voor Sarah Smith, een aantal mensen voor de bands. Uh, maar intussen heb ik meer dan 30 finalisten hier van Miss Beauty of Friesland hier in de studio kregen. Uh, de doval hier, met Sanne Roffel, die dat organiseert. Maar dames, letje bij Ja! Ja, waar een beetje leven in de tent had hoor. Jazeker, het is wel lekker drok hier. Ja, Hoe is mijn Miss Beauty of Friesland? Ja, heel goed. Ja? Ja, 4 april dit is de finale in Drachten. En uh, ja, het wordt, wordt echt een spektakel. Hoeveel finalisten finalisten hij in totaal, want we hebben een auto-licoon van een Mickey Dus ik vreet een moeilijke Mickey. Maar waar kom je hem op, dit hier? 34. Jeetje. Ja, ja. Het maar trokken hè? Ja, het wordt hemels, want we hebben een hemels thema, Dus alles Victoria's Secret-achtige vleugels. En echt uh, heel mooi spektakel. Uh, de winnares geert weer terug naar het landelijke, neem ik over. Ja, traai die beginnen uh, nou ja, dan in het Nederlandse traject wennaar naar uh, Frankrijk. Die beginnen met leuke uitjes te uh, Ja, weer een uh, heel erg mooi traject. Ja. Uh, deze dames die je hier bent. Is heel, uh, je Iedereen is zichzelf even voorstellen. Hè. Ik vind het hartstikke leuk al dit trouwens. Komt ik weer een Miss uit? uit? Jazeker. Ja, ik ben ja, ja. heel benieuwd. <laughs> uh, 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 Heimel dingen, wat met de groep dienen. Of, of game al je nog dingen? Want je bent altijd heel actief, het meidje, van filmpjes en oren dingen. Jazeker, we hebben fotoshoot hands, Ze hebben natuurlijk een utilis hand van traject, uh, social media training. Uh, ze moeten natuurlijk, ik wil wat weten oer uh, het, het milieu, oer eigenlijk alles wat er in uh, Nederland speelt en in de wereld. Dus uh, ze hebben eigenlijk een hashtag training voor haar, want ze krijgen dan uh, een vraagstuk op de finale, waar ze dan antwoord je mutten. Ja. Nou ja, daar krijgen ze dus allemaal training voor: okay, mediatraining. Ik ga een hele moeilijke vraag in, dames dames, valt woord aan. Ja. Leuk dan bij je. Je prachtig het uh, trouwens. Goed, straks de voorstel rondeseren in Desseling van Nordewin, en we komen straks ook naar de over, uh, Natuurlijk de organisatie. <middels> En we gaan lekker terug, met Noordwin Live. Leuk dat ze erbij bent op deze uh, vrede, Mickey, ook misschien wordt de Verhellingsjorst. Uh, we gaan als ze uh, al die finalisten van Miss Beauty of Friesland even vaststellen. Die praten aan Geert Tichlar en Siets Wiesmorgen. Hun avontuur, dicht avontuur in Denemarken. Vinden we hartstikke leuk om dat te volgen. We beginnen even altijd met Sanne Roffel. Want ja, één keer hier, een doekt ze hierop. En al die dames, heren. Is het een beetje een gezellige groep dit hier? Jazeker, ja, ze zijn allemaal heel erg leuk en uh, spontaan. Ja, valt me op. De elk staat, vertelt dat heel elke hier dat, uh, dat er geen Haat en te zijn is. Nee. Wen hebt het hier? Nee, Wen heb Nee! Nee. alleen maar oké natuurlijk. Ja, ja, de provincies en Vandaag yes, willen dat er, nou ja, dat er wat gebeurt en zo, en dat ze daar ja. bovenop zitten met hem. Maar, uh, nou ja, hè, Friestland is natuurlijk nog een hele leuke provincie. Dus. Uh, Zit er nog dames tussen die altijd hier, er mij die en hè? Ja, ja, dat zal hij hem straks wel zien. Maar er zijn een aantal die, twaalf, uh, drie hier, maar alleen mij die en hè, en we gewoon wel proberen. Okay. Ja, wie neemt de waagt, hè? We eerst eens even uh, vragen wat zie je toch? Ja, ja. Nou, we doorsturen Jera. Nog een keer. Oh, ja. <laughs> en wij hebben we hem niet nog een Nee, ik doe even flauw. Stel die zelf even voor. <laughs> nou, ik ben Marissa, ik kom hier lang En, uh, nou, Werner, ik maandag eigenlijk. Dat is uh, om toch de Squanny de van de ja. En. Uh, ja, toch lid van wie is best eigenlijk. Dus ja, heel leuk. Lekker stoer, dus? Ja, heel. Precies, ja. Nou, ja, ze sticht erbij, kom maar op. Ja. En uh, <laughs> we doorsturen het dagelijkse leven. Ik uh, ben filiaalmanager manager van Kruidvat en ik ben er al een heel soort bezig met mijn Dus ik ben een, uh, wow. ja, een, paardenmeis. een paardenmeisje. Ja, zoals deze op dat. En, en stel eens nog heel vierkomstig komst in zo'n zo uh, business als dit. Ja. Mijn model, had je dan ideeën over of zocht het wel? Ik zeg het wel. Ja. Ben ik ben wat te nuchter voor, denk ik. <laughs> Lekker nuchter vries. Ben je ook een nuchtere vries in? Ik ben heel nuchtere vries. Hoe is het toe? Diane. En daar komt toen u... wij? Ik weet het lang waar. Ja, ja. ja. Oh, Borfam is haast of net? Nou, dat net. Okay. Nee. Wist je van een koord dat je meid in? Nou nee, want ik uh, wiem mijn vriendin mooi en ineens kwam keer kwam Marissa allemaal in. Ik denk, hé hey, hoi, <laughs> <laughs> dat je wel leuk. Ja. Was er uh, van de reden, noem mij het doen? Nou, ik wiem mijn vriendin van mij mooi. En uh, toen hind ze me uit het publiek halen. Ja. Dus dat was hartstikke leuk. Oh, dus even uh, komt u maar even mee en ja, dan uh... worst ik mij door. Ja, dat ik toch. Nou ja, is goed. Ja. Dus, uh, als en haast een lange night denken, matten. Uh, het is toch een oorwereld, dorst Wendbis, denk ik? Ja, nee, ik had eigenlijk helemaal een Night dat Ik denk, door dit en ik zei, ben ik bang. Leuk man. Yeah. En waar weet? Ja, nou een stukje. Dus, uh, nou, je er wel eens van van dropbrekken uh, internationaal? Nee, eigenlijk nog net, maar het liet me wel leuk. Ja. Nou, voor niet lang waar ik best gauw op skip gehad Ja, ja. <laughs> nou. Zit je nou op school? Ja, ik zit op een bogenman in snits. Okay. Wat was de, als stel je voor het net winst, Wat was het dan weer als Grutwurst? Nou, iets van hindus. Friese hindus. Ik al? Ja, ik. Ja, okay. <laughs> ja. Okay. Ja. Nou, ik ben benijd. Wees ook zo'n paardenmeisje? Nee. Was okay. nee. meer van katten. Nee, ik net. Ik nee. net. Oh, hond. Is wel leuk hè, maar. <laughs> <laughs> Hoe is het Rianne. Eh, Lang war? Nee, Ternaar. Oh. Ternaar. Ja. <laughs> <laughs> en voor de eerste keer is mij dus? Ja. Okay. En wat voor de reden? Nou, ik wist koud. dus ik dacht eerst van ja, ik weet niet of het iets voor mij is, maar ik dood gewoon. Ja. Scout, dus wie is eigenlijk degene die op station of nee, ergens? via nee, nee. Ja, Instagram. Okay. Oh, ben je bent dan een Instagram scout. Ja. Oh, dat is wel heel van deze tien. Ja. En had je al een dame scout in verliezen? Oh nee, ik net. Nee nee. 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 Wat doe je uh, uh, Squallen? Uh, nou, ik ga nu even een tussen hier, dus ik werk op dit moment. Okay. Maar er zijn me wel studie wijnstudies in. Man. Is het enige idee wat je was, was het wurrelwost, was het grutbest? Uh, nou, ik ga wel vanochtend een recherche of zo. Oei. En reizen, maar dat is wel heel verschillend, maar, ja. maar wel, ik ben wel leuk. Maar dat is nog net helemaal dooruit. Nee. Is dit even winnen? <laughs> ja, precies. Ja, toch? Of is <laughs> het winnen? Dat ken ik dan nou maar. Nou, ja, dat denk ik net. jij. je wordt. Ja, 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 ja. ja <hijf>, toe. Rihanna. En wat koest toen bij? Dan wat. Dan ah. Ik wilde ik dat een tweeling nu dan is, toch? Ja. Nee, ja, natuurlijk! Ja, je ja. hebt een van elkaar. Is één, één eigen, twee eigen? Eén ja, ja, je moet ik je wel heel erg op herkennen. Ja. ja, ik zit dan niet zo'n show en hier valt me op. Hoe is het Ik ben eerder. Oké. Okay. En meisje beiden besloten om mij te doen? Um, nou, er die hier vorig hier om waren, Dus ik dacht, uh, ja. dan, dan wil ik je een Zentwelling die een heel programma met je beiden doet. Ja, heel veel. Maar ja. Ja. dan ja. was ja. het wel hetzelfde. Ik kan me voorstellen dat je zo'n puberteit dat op een gegeven moment denken van nou, uh, vervelend zusje. Zo, dat hij ja. dus net. Ja, ja. ja. ja maar het is altijd wel gezellig, altijd leuk. Wer om aan? Voor de fun? Ja, voor de fun, gewoon voor de ervaring, van leuk, ja. van zelfvertrouwen. Dus ook dat is ik net zo vol, maar. En jij gewoon, het is gewoon vet gezellig. Ja, ja je hebt toch met de hele groep een heel grote ding. Heem je ja, krijgt training, ja. heen. je moet een rol hinnen. Je komt nog eens in een te hitte studio, want die warm moet worden. Ja, echt waar? Ja, het zweet op Ik ja. 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 kijk. Hebben we nog eens squallen? We zitten op HAVO bij okay. ja. Hoe lang nog? Um, een jaar, oh, ja. en, en wat moet het worden dat het gymmodellenwerk modellenwerk wordt? Wat wil je dan? Ik weet het inderdaad. Nee? nee ik wil iets in toerisme doen. Iets in toerisme? En ja. gewoon een lol dus. Ja, precies, ja. ja, ja. Hij <laughs> uh, heeft nog dezelfde vriendjes, gezegd die op de opbekool zit zitten met tweelingen. Nee, nee <laughs> dat hebben <was> we net. <laughs> nee. uh, leuk hem erbij binnen. Uh, uh, ik ben heel benieuwd hoe het weekend Maak je van weekend nog dingen doen in het kader van, van deze? Ja, Sneen hebben we iets in jouw ja Weet je maar wat of, uh... It's mijn foto oh. oh ja, ja. ja. ja dat Succes, dames. Leuk dat hem er binnen. Uh, in groepjes zouden we dat ook hier uh, stel Ze zichzelf weer voor. We dorst mij wegkomst toe. Wij natuurlijk. Typisch Friese vraag zou ik het maar stellen. Uh, en uiteindelijk, maar maar dat is alweer een notitie, werd een wien uitkomen. Dus uh, wat dat, belangrijk is, ben ik heel benijd. Uh, hoe is het? Ik heet Jasmin. Oké, okay, waar kom je vandaan? Uit Harlingen. Uit Harlingen. Yes. Oude Zeunen. Ja. <laughs> <laughs> een echte. Ja, <laughs> ben. Ja, zeker weten. <laughs> uh, uh, wat doe je overdag? School, werk? Ik uh, werk in een pizzeria. Oké. Okay. Dus, uh, en ik werk ook in een club in de nacht. Dus, uh, okay. ja. Klinkt dus een druk bestaan. En vooral weekends, dus? Ja, zeker. Ja. Ja. En is dit iets wat je gewoon leuk vindt om, om ook in de toekomst te gaan doen? Of ben je nog met, met studies bezig? Um, nou, ik, het lijkt me wel leuk om modellenwerk te doen later. Maar uh, toch is mijn droom om politie te worden. Dus uh, okay. ja, wie weet. Ja. Twee. Waarom <tie> ja, we meegedaan? Um, nou, mijn beste vriend die uh, had me opgegeven eigenlijk. En, uh, je wist van niks. Nee, ik wist van niks. En toen zei hij: Nou, je moet even tussen je Facebook berichtjes kijken. Ja. Nou, dus ik dat doe. En toen stond: Nou, je bent gescout. Dus uh, erg leuk. Ja, en toen dacht ik, ik ga het gewoon doen en dan kom je ook nog in de finale, onverwachts. Ja, erg leuk hoor, zeker weten. Het wordt heel spannend dus. Ja, zeker, ja. Heb je nou ook zoiets van, uh, nou, meedoen, wil ik ook winnen? Wil je, je uh, met andere woorden, ben je fanatiek? Ja, ik ben wel fanatiek, maar uh, zijn he ik heb hele mooie dames als concurrenten, dus uh, <laughs> we weten het niet. Geen illusie maken, hè. Uh, Hoe is het toe? Ik ben Miranda. En waar toe, waar? Ik kom uit Leeuwarden. Uit Leeuwarden, en bist dan u echt een echte ja, denk het wel. Ik ben nu ja. opgegroeid. Dus, Hebben uh, we <laughs> door te squallen of wat hoor? Uh, ik zit momenteel in mijn afstudeerstage uh, van uh, mijn opleiding van media vormgeving. Okay. Dus na deze stage ben ik klaar mee en dan ga ik daarna HBO doen. Oké, okay, dus je gaat wel door? Ja, ja ik ga doorstuderen. Ja. En wat is je droom? Ja, natuurlijk winnen en model worden en de wereld over. Ja, dat is ook heel leuk. Ja. Maar uh, uiteindelijk wil ik uh, echt een baan in de media. En uh, ik doe nu dus media vormgeving, maar ik wil ook richting het content. Content creëren, okay. um, meer richting de fotografie, dus dat lijkt me ook wel heel erg leuk. Dus Creatief goed. bezig, dus? Ja, zeker. Ja, ja. En de modellen, uh, zo'n wedstrijd als dit, gewoon eens een keer te kijken. Had je al meer eerder meegedaan? Nee, ik heb nooit eerder meegedaan. Ik uh, was gescout via Facebook en ik had ook nooit verwacht dat ik hier aan mee zou doen. Ja. Uh, ik vond fotografie en uh, het modelleren wel altijd heel erg leuk. Maar ik dacht altijd, ik ben daar te klein voor. Ik heb uh, het figuur er niet voor, dus ik kan er niet aan meedoen. En toen was er dus een misverkiezing. En daar uh, hoef je dus niet uh, de slangste te zijn of uh, de langste. Dus dat was wel een hele leuke kans om uh, toch daar wat aan van mee te krijgen. Spannend hoor. Hoe heet je? Ik heet Larissa Impje. En wij komen wij? Bokenpaas. Bokenpaas, best mooi ja, pikje. Ja, zeker. Eerste keer is mij eh uh, bijdessom is misver misverkiezing Wol, maar ik ga een keer onder Miss uh, Beauty Queen Netherlands Myden en toen ben ik uh, Miss Popularity geworden. Jeetje. Ja, ja. Ja. En wat had hij dat toen opleveren? Ja, een beker in de eeuwige roem roepen wij dan altijd, maar maar best bijvoorbeeld het West in West of modellen werkte Helle. Nee, dat nou net echt Zozeer ze paar peer fotoshoots hadden, maar dat wie het eigenlijk ik wel. Maar ik had er vooral heel veel zelfvertrouwen en ervaring uit Helle. En nou ja, dat, nou ja, dat kist hier eigenlijk ook heel goed. We hebben bieke nou Ja, en het bloedt net, alleen bij uh, paroderen in het mooie pakje. Maar nee. bedoelt, je bedoelt leuke themadagen en je bedoelt van alles. Hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, winnen dus. Ja, nou, dat is uiteindelijk wel de bedoeling. <laughs> ja toch? Uh, ja. Ja. Ja, ja, ja. ja. Ik ben benieuwd. Leuk dat je ja. erbij bent. Uh, hoe is het toe? En wat vind je voor de reden om mij te doen? Uh, puur voor zelfontwikkeling en uh, lekker in mijn comfortzone te stappen. Ja, ja even oud op de box, denk ik. <laughs> ja, even naar de ruut. Wat in het die net voorstellen dat die überhaupt op jou aanzoert? Nee, ik echt nooit verwacht. Ik wie uh, gescout door Sanne Roffel ja. en ik dacht in één keer van: nou ja, Werm zoekt het net wel Van oor. Ik denk: nou ja, ik denk gewoon voor en uh, nog steeds in de finale. Is toch geweldig? Ja, echt geweldig. Ja. Lekker omturten, is echt wel leuk toch? Ja, ja, ja. Mooi genoeg, ik ben er niet te volop van. Dus. Ja, maar ik ga wel de indruk, uh, het wordt altijd zijn, dus een hartstikke leuke swim. Maar volgens mij is dat ik zo. Ja, we zijn echt een hele leuke groep. Ja, ben ik ben echt heel blij met iedereen. dus uh. En waar komst toe welke hoeken van Friesland? French. Ja, heel Friesland op ja. mij, hè. Uh, en uh, mocht het uh, net dat wenst en de modellencarrière opleveren, die voor stonden aan. Uiteindelijk wil ik terug leren als uh, kraamzorgster. Oké. Okay. Maar modellenwereld, dat lijkt me ik wel Ja. ben ben benieuwd. Hoe is het? Ik ben Tineke. En toen komt ze? Makken. Makken? Ja. En toen wist je iets van: dat maak ik morgen eens een keer Meidemaan. Of vast als ik hier jij er niet? Nee, dat doe ik mijn eerste keer. Ik ben en dus ik dacht: nou ja, waarom net. Komt u maar. Ja. ja. <laughs> en dan komt ze in een hele oude wereld te loren. Ja, dat wel. Ik ben er totaal aan gewend, maar ik vind het echt superleuk. Wat maakt het zo leuk? Nou, ik denk de hele groep, voor iedereen. Ik dacht, het is best wel vol en Knight, omdat hij is meestal bij Famke's. Ja, dat vooroordeel is er dan toch een beetje. Ja, maar het is totaal net. Het ben eigenlijk gewoon. Ja, het is misschien het klinkt gek, maar het is iedereen de familie eigenlijk op ambitie. Ja, heel. Dat wordt nog wat met de finale. <laughs> ja. Maar doorstel je in het dagelijks leven? Uh, nou, ik heb Dieter Squallen. Ik studeer commercieel vestigingsmanager groot. Jeetje. Ja, het klinkt. Mantelpakjes. Wel. Ja, mantelpakjes. <laughs> En uh, je, je nooit wil ik heel graag naar het HBO op de IVA 3 Bergen. En dan is mijn droom om iets te doen met mijn auto's. letter. auto's? Ja. Oké. Okay, dure auto's, denk ik. Een hele dure auto's. Ja. Dure smaak, of neer? Jawel. Ja. <laughs> Wat maakt er komen uit, uit het Gunorgie op de bank Dikke Ferrari? Nee, ik denk een G-klasse. Ja, ja. Oh, ja. Nou, even sparen. Even dit winnen. Ja, dit winnen. <laughs> voor zelfs. Leuk dat we hem er binnen. Applaus uh, voor deze dames Applaus voor deze dames dan. En wij kennen lekker terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. We hebben op dit tijd nog even aan het soundchecken met Sarah Smith, een Canadese zanger-songwriter. De techniek erop dat het wel kleren is. Ik geef hem naar een honderd finalisten van de Miss Beauty of Friesland. Uh, you can do the soundcheck, I'm, I'm gonna talk to the ladies, okay? Is that okay? Oké. Okay. Uh, want uh, de finale komt er weer om. Straks we wat meer informatie over, uh, trouwens, Want Sanne Roffel organiseert dat hier uh, in Friesland. Uh, Vier, prachtige dames. Het is een beetje reet en zwart nou. Het varieert ook wel in, uh, in kleur. Is het moeilijk kiezen, trouwens, denk ik, die, die klingen kost, want ik hebt het gemopperd maar al. Uh. Ja, dat klopt. Is dus je alle vrouwen universeel datzelfde probleem? Ja, de hele kast hangt vol, maar nog heb ik niks. Nee, hè? Nee. <laughs> ja, dat is ik van mijn CD's. Ik ga helemaal geen plaat meer te draaien. We maar goed in de is het Spotify. Hoe heet u? Eveline. En wat kost wij? Snake. En nef, mij is nog een keer er maar in. Ja, 2016. Jeetje. Ja. 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 Nou, maar mijn oordeel noem ik dat nog onthoor. Dat vind ik dan ook wel knap. Ja, Werddorst, wermij. Uh, nou, omdat ik nu wat veranderd ben, wat ouder en uh, nou, de ervaring heb ik al, dus ja. die kan ik nu weer gebruiken. Ja, precies. En, en, en ten straks dan 40 kom ik eerst? Dat weet ik niet, want uh, nou, de concurrentie ligt hoog, maar uh, ik doe mijn best. Ja, Oeshost, waarom op die eerste keer? Weet je echt in je grote achtbaan was het in Siers of valt het wat taal? Het was echt chaos. Ja, hè? Ja, ja, <laughs> ja, ja, het was echt chaos. Ik was heel klein en nou, ja, ik was ook de kleinste, dus ik voelde me ook heel klein. Ja. En uh, nou, ja, dan sta je wel een beetje dat je denkt, oh, oké. Okay. Ja, het is uh, lastig. Wie vries al een mooie uitdrukking van? Liets, maar Kriegel. <laughs> ja. ja, ja. Um, wat doet je er uh, dagelijks uh, leven? Uh, ik uh, ga een opleiding schoonheidsspecialisten doen. Okay. Dat mag beginnen? Ja, dat na de zomervakantie. Ja, ja, daar is we een Noenijtocht. van word wok eigenlijk met leven. Ja, ja dat duurde eventjes. En uh, momenteel werk ik bij de Ludiek in Sneek. Dat is een uh, nachtclub. Dus s'nachts. Oké, okay, dus echt. Uh, maar vannacht, ik werd het hele weekend. Hoe ja. werkt dat? Vanavond moet ik weer van 11 tot 6. Dus dan... het is achter de bar of zo? Ja. Jeetje. Oh, pittige, uh, pittige job, dus ja. En wanneer maak je de kwalbanken in? Uh, nou ja, ik moet nu gewoon naar school, maar uh, dat is een andere opleiding. Okay. Dat is verzorgen, die geen, maar dat vind ik toch niks, dus ik ga iets anders doen. Okay. Dus na de zomervakantie mag ik beginnen. En waar wil dit winnen? Ja, dat al helemaal. <laughs> ja, of de hoogte, dat kom ik nog? Hoe heet je ja. toe? Ik ben Suzette. en wij kosten bij? Lemmer. Oké, okay. en uh, squalen werk wat je dus normaal gesproken? Ik uh, studeer in Groningen en ik studeer communicatie en multimedia design. Dus ik heb vorm van communiceren, hè? Ja, ja, ja. Is dit de eerste keer dat zij communiceert, of, of mij zijn modellen wedstrijd of zij is? Ze, ik heb dat al vaak doen. Um, nee, dit is wel echt de eerste keer dat ik ook meedoe aan de misverkiezing. Hoe viel het af? Is het leuk? Ja, de groep is ook superleuk, de sfeer is heel leuk. belangrijk, hè? Ja, ja, vind ik wel, tenminste, en uh, we ook hele leuke activiteiten. Ja, wat vies de, ja, social media, is training. Ja, ja, allemaal superleuk, ook heel handig. Je kan het ook voor later weer verder gebruiken. Dus het is wel heel goed, allemaal heel leuk. Nou, en wat ik voor de dames jeef, van goed voor het zelfvertrouwen. Ook inderdaad, ja. Dus leuk, gezellig. Sneijnhijm wordt wat leuk, hè? Ja, klopt. We gaan uh, ook weer naar Leeuwarden. Okay. Naar de hoofdsponsor. Okay. Hartstikke mooi. Hoe is het Ik ben Marije. En was toe als ik in mij Nee, ik heb nog nooit eerder meegedaan is mijn eerste keer. En waar komst u bij? Ik kom uit Broek. Broek? Yes. Ja. Oh, dat is mooi waar Ja, klopt. Ja. En, en doe ze toch op op kwalap work? Uh, ja, ik ga naar school. Ik zit in de klas 5 van het VWO en uh, daarnaast uh, werk ik bij Albert Heijn. Ja. Vakken vullen? Nee, ik zit achter de kassa. Wat ah, moest je worden als lettergrut? <laughs> uh, een nice nou, model? Ik hou heel erg van zingen en acteren. Dus ik zou daar wel heel graag wat mee willen doen. Okay. Um, even kijken of dat wat wordt. Was ja, er echt een opleiding in doen? Uh, dan moet ik nog even kijken of ik dat ga doen. Maar het lijkt me wel heel erg leuk om dat uh, te gaan doen. Ja. Ja. Maar jongstal, bijvoorbeeld uh, Trace, uh, wel eens op? Of is het thuis nog nee. veilig op, op een slipkamer? <laughs> nee, het is vooral thuis. Maar ik schrijf zelf ook wel liedjes en zo. Dus okay. ik ben wel van plan die ook uh, op te gaan nemen. Okay. Ooit. Dus ik ben benieuwd. Ik weet niet of je uh, hier de spanning hebt. Heb gezien, maar die maakte prachtig, hè? mooie eigen liedje. ja, echt super mooi. Ook gewoon voor de fun, kijk hoeveel je komt, leuk meedoen? Ik had me eigenlijk gewoon opgegeven, ik had niks verwacht. en toen stond je in één keer in de finale, dus ja, het is nu wel super leuk. Je er heel veel van ook, dus. Krijg je toch nog iets van over je weer inmiddels? Ja, nee, het gaat natuurlijk wel voor de winst natuurlijk, maar ja, de ervaring is ook gewoon geweldig, al dus. Jullie kosten voor jou? Jazeker. Waar kost je bij? Bosward. En hoe heerst? Maureen. Oké. En hoe heerst, altijd als ik woon een keer in nou ja, een van mij die had zich opgegeven. Toen zei ze zei: Nou, als jij dat nou ook doet, dan zijn we in ieder geval gewoon samen. Ja, lekker gezellig. Ja, precies. En toen, uh, nou ja, stond ik in één keer in de finale. Het was heel erg onverwachts, maar wel heel leuk natuurlijk. Ja, wat hebben hem tot nu toe al dien? Uh, nou, we hebben een stemfoto uh, hebben gehad. Uh, wat is dat? Nou ja, voor de foto, zeg maar, voor het stemmen bij de finale. Dat die, uh, en ketwack uh, training en uh, nou, dat soort dingen ja en, en, en trainingen vooral social media dat is ja, belangrijk hè is wel, ik ik wel uh, best wel belangrijk ja is er nog een hele prop insta marktanciër en dat ja. soort dingen <laughs> nou, Instagram ik uh, ben er best wel actief okay. en, uh, Facebook, en, uh, Facebook doet dat, en, dat, en, en, dat uh, uh, is er nog tafel? dat is helemaal helemaal afgedaan is meer voor de oudere generatie, <laughs> denk je. ik maar uh, <laughs> <laughs> ja heel old school <laughs> <laughs> nee maar het is meer gericht op Instagram en uh, dat soort uh, dingen oké okay. nou ja, ik ben benieuwd kies win thanks nou ja we zullen het hopen maar je doet je best, best. <laughs> ja precies hoe is het Hoi, ik het Romy. Ja, en waar komst u bij? Uh, Leeuwarder. een lief uh, Niet helemaal, maar ik ben er drie jaar geleden komen wonen, dus inmiddels al een beetje ingeburgerd. Ja, ja. uh, Hast u uh, nog een gehad? Is die sissen, Famke, Famke, uh, Master bezorgd of valt dat wat taal? Uh, nee, dat heb ik gelukkig niet. Ide, <racht> ik ben nu inmiddels twintig en ben al ja. lang uit huis. Wil dus je dat gezeur van jou, ouders ook niet meer hebben? <laughs> nee, precies. <racht> en uh, die, nee, die vinden het hartstikke leuk dat ik uh, hier meedoe en die komen mij ook uh, ondersteunen tijdens de finale. Oh, gaaf. Ja, dus dat is hartstikke leuk, ik heb heel veel zin in. Wat doe je schoolwerk? Uh, ik uh, werk momenteel, ik werk als leidinggevende in de horeca en ik werk ook als hostess in de clubs voor Boefjes, dat is een evenementenorganisatie. Okay. En, uh, boefjes. Uh. boefjes, ja, ja, dat zo heet het. evenementenorganisatie. oh ja, <laughs> ja nee, en uh, uh, ik ga straks uh, ook weer naar school in september en op het moment doe ik ook nog een uh, opleiding tot make-up artist. Ambitieuze dame, ja, zeker. Hoeveel school ga je doen? Uh, hierna hoop ik aan hoger hotelschool te beginnen, leidinggeven Lekker leiding geven. Het is ook een beetje leiding geven aan je eigen leven natuurlijk. Model worden, kijken hoeveel je komt. Is, de, is het eigenlijk zo simpel? Nou ja, ik was gescout en ik dacht oké, okay, ik doe gewoon mee. Ik zie waar ik kom en ik vind het hartstikke leuk om te doen. En het bevalt me echt. En de groep dames is inderdaad ook super leuk. Leuke meiden. Ja, echt heel leuk. Dus dat maakt het wel echt een hele leuke ervaring. Dames, succes. je hebben een prachtig hut. Applaus! Yes! Oh, en de uh, groetjes van Martijn en die Cetera. Hij zei: Ja, even zwaaien, dag Martijn. Moest ik nog even zitten? Ja, nou, bij deze. Goed. <laughs> Hoe is het? Ik ben Selina. Prachtig mooie Reard Jurk, jongen. Dankjewel. <laughs> en en, en had je speciaal kocht, voor deze wedstrijd? Uh, nee, ik had een gale verschuld, had ik deze gehaald. En uh, toen moest ik dus kiezen, want ik had meerdere jurkjes. En ik dacht: Nou, ja, deze valt toch het meest op. Dus toch leukst, uh, het past het meest bij mij. Ja, het ja. ja, is toch een beetje te om, Ja. <laughs> uh, waarom dus toen mij? Nou ja, ik vond eigenlijk wel. Het leek me een hele leuke ervaring en eigenlijk ook voor je eigen ontwikkeling. En je leert ook nieuwe mensen kennen en dat vind ik ook echt wel belangrijk. Zeg maar, ik vind het wel heel leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Wat doe het in dagelijks leven? Nou, ik ben vooral bezig met school en daarnaast volleybal ik ook nog. En ja, met vrienden afspreken en leuke dingen doen met familie. Lekker jong zijn, leuke dingen doen, stappen, ja toch? je dus stoel? Ik ben ook heel erg bezig met school. Wat voor school? Ik zit in Leeuwarden op Comedians uh, Marienburg en daar zit ik nu 4 februari op. En hoe heerst u? Lientje. En komt u uit Ljouwtwein? Nee, uiteraard, ja. het is vlakbij grauw. En wat wil jij worden als je later groot bent? Um, ...model, dit winnen, ik weet het. Ja, op zich zou het wel leuk zijn. Maar gewoon iets in het trans van make-up en mode zo zou ook gewoon wel leuk zijn. Dat heeft wel je interesse. Ja, absoluut. En hoe is de ervaring tot nu toe? Ja, heel leuk. Want je merkt toch gewoon dat het niet alleen maar gaat om de wedstrijd... ...maar ook gewoon dat iedereen vet leuk met elkaar is en zo. Ja. En dat, dat zegt de organisatie ook, hè? Sanne zegt ook van uh, mensen moeten het leuk hebben. Je moet er ook nog wat van leren. Dat zijn wel belangrijke, uh, belangrijke elementen voor jou om mee te doen dus. Ja, absoluut. Ja, je leert ook echt veel van. Gewoon qua gedrag, maar ook qua make-up en zo. Social media. Ja, dat ook. Ja. Lekker op Insta. Ja. ja. Is dat helemaal het ding, Instagram? Ja, Instagram is nu wel uh, helemaal hot and happening, hoor. Ja, ja klopt. Hoe heet je? Celine. En hoe kom je Drachten. 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 En stel je ermee in een wedstrijd zoals deze? Nee, dat is de eerste keer dat ik meedoe. Ik heb je voor wel uh, geholpen bij de FISAGI. En uh, ja, drie jaar lang eigenlijk. En toen dacht Achter ik. Achter de schermen, echt. Ja, ja, dus toen dacht ik van, zou ik dat ook kunnen? En dan sta je gewoon in de finale. Ja, dat is gewoon heel gek. Wat tof, hè? Ja, heel tof. Ja. ja. Hey, weet je maar wat je hem toch het zo'n finale. Ja, ik neem hoor. Uh, een soort modeshow herinneren, neem ik hoor. Ja, we beginnen met de voorstelronde, dan hebben we een uh, bikini-ronde, dus dat is uh, even heel gekoud hebben. <laughs> dan hebben wat we wat ze waren, maar in deze studio, ja, dan hebben we nergens om zorgen over te maken. <laughs> nee, en dan hebben we een galeronde, dus een hele mooie jurk, en dan nog een, een hashtag-ronde, dus dan gaan we uh, twee onderwerpen kunnen we uitkiezen en dan gaan we datgene wat we graag over willen hebben en wat we aan het licht willen brengen, dat gaan we dan even goed promoten en zo. We eenvoudig problemen een verhaal houden. Ja precies, het is niet alleen mooi, het is ook slim zijn. Oh, je kijkt ook gelijk streng. Ja. Ja, ja. Dat, dat ja. volg ik. Uh, fysicier, is dat wat wat je wil later uh, of, of andere dingen gaan doen? Ja, ik ga zo meteen afsturen als schoenen specialist okay. en dan uh, heb ik mijn niet in mijn pocket en dan gaan we door naar het HBO. Oké, okay, dus nog even een extra studie bij. Goed, jongens, wij zijn bij Diploma's plan was hele Hoe u? Dus, is het Vanke Van Wieren. En doe je zit nog op school? Ja, laatste jaar. En dan? Hast uh, al ideeën? Hast al een soort uh, toekomstperspectief, Hast al een stip op de horizon zet? Uh, dat dat, dat, dat <laughs> mij dat zien we ergens is, hè? Nee, ik zou het echt nog niet weten. Nee, hè? nee. nee hoeft ik net. Derm, dat doe mij? Omdat ik gescout ben. Ja, ja. Dat is echt vregen. Maar ja, ik heb me voorstellen, als tuus blij met de had ik er wel zin in hoor. Ja, nou ja, ik liet het allemaal maar op me afkomen. Ja. Eerst hem Google googelie, natuurlijk? Ja, natuurlijk. Wat vind je toe van de ervaring tot nota? Superleuk. Ik had het echt niet zo verwacht, maar het is ook supergezellig met iedereen. Gewoon een hartstikke leuke ervaring. Ja. Je komt oh. nog eens ergens. Ja. Iets te warme studio, maar goed. Hè. Kom maar de snij, ik ben in oud. Dus, uh. Ja. Dit yeah, is hartstikke goed, toch? Ja, yeah, tuurlijk. Heel veel succes. Dankjewel. Deze dame. Hoi! Ja, Hoi! <laughs> okay. is een groep Ja, klopt. Is dit de ideale model, Ik ga er echt geen verstand van. Ja, nou, een beetje. Maar als je mij doet, maak ik het net zo volle u. Oh, maar yeah, Gert, ja, uh, Gert is cameraman. Mevrouw moet even bijdraaien. Oké. Ja, ja. Vooral in de camera. Oké. Okay. <polch finde> <cryst> Slijen! Oh nee, dat is een een programma. <laughs> ja. Hey, uh, waar komst u bij? Ik kom uit Burgum. U Burgum? Ja. Oh, doe maar eens. Ik kom uit Burgum. Ja? Nou, ja, oh. ja, ja. Komt helemaal goed. Ja, ja. Hey, uh, uh, wat voor je de motivatie om mij te doen? Um, nou, ik ben scout. Trok uh, Margreta. Die had, is, ik uh, Miss Beauty of Friesland won. En zelfs uh, Miss Beauty of the Netherlands. En yeah. daar trof ik weer scout. En daar had ik een beetje een Google-inwest. En ik dacht, oh, dat lijkt het me echt super leuk. Dus uh, ja, toen. Uh, ik kwam Ik op de casting en toen wie ik trof, en dan ik in de finale had ooit eens op een bank zitten. met het idee van hey, dat wil ik wel eens doen. Um, nou, ik dacht, uh, ik zit nou nog op squallen en ik dacht HBO bedrijfseconomie. Kijk, dus um, daar wil ik sowieso wel wat in doen, Dat lijkt het me super leuk. Ja, en waar wit, dit ja, waar wit, zo super leuk. ze zo is, het echt wollen. De wereld zit op een de kapper. Ja, denk als dit winst, hè? Ja. zeker als het landelijk winst is, dus bijvoorbeeld internationaal meidwaaien. Ja, klopt. Ja, het is natuurlijk wel echt een droom voor mij. Maar uh, de concurrentie is saheeg, dus het, het wordt wel heel moeilijk. Ja. Maar het is gewoon super, echt een superleuke ervaring om mij te doen en uh, Ja, en uh, superleuke groep, leuke famke. Ja, dat werkt voor iedereen, de sfeer is ja. goed. Hè? Ja, heel goed, ja. Jeetje, nou we zullen het ja. zien in de binnenfinale. Ja. Verschillende rondes, mij alles bezig. Dus we dat een belangrijk leerstrek, dan een van. Uh, en dan uh, oors hbo en maar de uh, business in dus. Ja, precies, ja. ja. Is Dus een commerciële dame? Um, ja, een beetje, beetje, wel? Ja, ja. Nou, we treffen elkaar vast nog wel eens in Burg. Dankjewel, dames Applaus voor deze finalisten. Finalisten van de Beauty of Friesland Contest. Hallo. Hallo. Jonge dame, hoe is het? Ik ben Jennifer. En waar komt u vandaan? Ik kom uit Harkema. Ah, dat is een mooi doel. Ja, hè? Ja, ja. ja. ja de lezen veel herinneringen van mij voor het werk, maar daar is we het nooit net hoe haar. Uh, best een echt een harakiet? Ik ben er geboren, ja. ja dus ja. ik ben eigenlijk echt echte harakiet. Zit ja. ze nog op school? Uh, ja, ik zit momenteel in het laatste jaar van het MBO. Okay. Menior assistent. En daarna ga ik naar Utrecht okay. voor een HBO-opleiding voor personal assistant. Jeetje. Ja. Ambitieus. Ja, dat sowieso. Uh, en die opleiding is Linda der. Uh, yeah. te kleine gewoon, Ik word hoe zit en uh, ik word lekker uh, studentenster. Nee, het is echt. Uh, ik kies kiezen uit Utrecht of Amsterdam. Yeah. Nou, dan kies ik toch. Had studenten. ik wel? Nee. Ja, toch? Ja, ja ik kies liever voor Utrecht. Yeah. Ja. Werd mij die of mij Dwan om deze wedstrijd? Ja, waarom? Ik heb uh, twee jaar geleden ook meegedaan okay. met de team. <laughs> uh, ja, waarom doe ik mee? leuk? Ja, het is gewoon leuk. Het geeft een super vette ervaring. Leuke jurkjes kast lopen Ja, dankjewel. En deze hangt nog, of was een speciaal gekocht? Deze heb ik speciaal gekocht. Ja, moet wel een beetje goed uitzien, toch? Wat de stoere tattoo hast Ja, dankjewel. Ja, hartstikke mooi hoor. Was er nog meer, of net? Ik heb nog één, maar ik ben wel van plan om mijn hele arm vol te zetten. Oké. Ja. En wist al wat? Nee, nog niet. Nee. Nee. Maar ik hou het eerst gewoon zo, omdat ik natuurlijk hiermee bezig ben. dan is dit belangrijk voor mij dan een tatoeage. Kan ik me voorstellen, inderdaad. <laughs> uh, fanatiek, toch, Wolle? Zij is nog mij toch? Misschien de tweede keer dan, maar ik wil wel winnen. Of zij is meedoen is belangrijker dan? Uh, nou, natuurlijk, winnen is leuk, maar het is niet belangrijk. Nee, het gaat echt voor de ervaring. Laten zien wie ik ben. Laten zien van, kijk, ik kan hier staan. En niet alleen ik, maar ook de rest van de meiden. Zegt van. Hoi, toch ken ik. Ja, dat klopt. Doe eens vaker naar mij in. Ja, Dan okay. nou, ben ik die namen even kwijt. ga je een, een, een bad name day. Dus ik ga jullie alle namen toch al terugkomen. Hoe is het? Anne. Oké, okay, ja sure. Klokken wist het zelf. Ja. <laughs> Warmdorst wer mij? Nou, de eerste keer vond ik het zo ontzettend leuk. En het was toen mijn eerste verkiezing. En toen ging ik nadenken van, uh, zou ik dit nog een keertje willen? Nou, het was het antwoord eigenlijk volmondig ja, omdat ik het zo leuk en leerzaam vond. En nu ik wat ervaring heb opgedaan. En uh, ja, ik had er helemaal zin in. No, Waarom yeah, yeah. ja uh, is het echt de vergelijking met de opdracht die ze krijgt, of, of is dat weer oors? als toestemmingdienst? Um, nou, de sfeer van de, met de meiden dat is natuurlijk hartstikke vergelijkbaar, dat is weer hartstikke leuk onder leiding van Sanne natuurlijk. Ja. En de hoofdsponsorfoto van Keulen van Petra de Boer is ook nog steeds hetzelfde gebleven. Ja. En uh, nou, ik zie eigenlijk altijd, uh, dat de organisatie ook steeds beter wordt en het traject ook steeds leuker wordt. Ja, ja. Dus echt leerzaam? Ja, zeker weten. Wat doe je dagelijks leven? Ik ben mechanical engineer, dus technisch uitvinder. Stoer. Ja. Wat is, ja, nou, ja, nee, dat mag me niet meer gezegd worden, toch? Maar voor mij wel. <laughs> wat is het laatste wat je hebt uitgevonden? Poeh, oh nee, dat weet ik niet. Oh, gaan we straks er wel over. Ja. <laughs> finale! Ja. Jeetje! Ja. Hoe heet je? Tiffany. Vind je het spannend om finale te halen? Uh, ja best wel, ja. maar vier jaar geleden heb ik ook meegedaan, dus ik weet een beetje wat me te wachten staat. Okay. maar het is echt, uh, ja, de groep is echt superleuk en dat vind ik gewoon eigenlijk het belangrijkste, ook tijdens de finale. wat, wat wil je de motivatie om, om kijkers, die hier, uh, weer mij te doen? ja. Wel leuk? ja, echt, uh, ja, superleuk en uh, ja winnen is natuurlijk heel leuk, maar ik, ja, ik ga echt naar de finale zo van, ja, we maken er gewoon met z'n allen een hele mooie dag van en mogen de beste winnen en ik gun het iedereen en ja, het is gewoon echt uh, heel leuk. Ik geniet er echt van. En toekomstplan vierde nog? Uh, ik werk nu veel tijd bij mijn moeder in de kledingzaak. Ah. Maar ik hoop wel in de toekomst mijn eigen salonnetje aan huis te hebben. Ah, kijk. Ja, dus uh, dat. Uh, en als ik iets heel graag wil, dan uh, lukt het me ook. Kijk, zo hoor ik het graag. Stoere dames, zie je erg ambitieus. Go for it. Maar eerst de finale, hè? Ja, eerst de finale. Ja, ja. ja. Doe ik. Gefeliciteerd of eerst? Dankjewel, dankjewel. Wietel, heel leuk om de finale te halen? Ja, ik had het echt niet verwacht. Nee, totaal niet. Hoe is het Iris. En wie kom erbij? toe bij? Leeuwarden. 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 <laughs> en uh, Squalen, Wurk? Uh, ik doe de opleiding journalistiek en media redactie Oeh, okay. oh, ik ben een heel slimme uh, vraagsteller. Nou, ik, ik ben nog lerende. Oké. Okay. Ja. Het is, uh, ja, dat. Uh, journalistiek in, de pers voor de radio of televisie? Presenteren. Presenteren? Presenteren. Oké. Okay. Als ja. dus ik vrij neem, wel, kan je het mooi even overnemen, dit. Dan kan ik even op stage lopen. Uh, uh, nou, best altijd welkom, joh. Top. <laughs> ja, kom maar dan, hartstikke leuk. Maar het is net een van voor de We het precies zo dan de meeste. Maar goed, deze wedstrijd gewoon echt voor de fun. Ja, ik werd gescout. Ja. En ik dacht, waarom niet? Ja. ja. Gewoon proberen. Ja, en elke ervaring is dringend. Precies, dat, ja. ja. Zijn finale, kist je er wat op voorbereiden? Oeh, ja, oefenen. De trainingsdagen. Dat. En wik en wegen de onderbank natuurlijk. Ja, dat is leuk. Maar is het zelf alles bepalen, Ik voor de finale of, of krijg je kledingvoorschriften? We, hebben, we krijgen bikinis en één soort jurkje, maar je gala jurk mag je zelf uitkiezen. ja, ja. en wat voor kleur dan is daar pak het niks uit? Nee, maakt helemaal niks uit. Waar je zelf goed in voelt. Ja. Wauw, spannend ja. Hè? Nou, succes. Succes. Dankjewel. Wat? Hoe heest u? Sanne Smee. En waar komt jij? Ik kom uit uh, Sint-Jacobi, parochie Ah, dan kom ik met de fiets in Del. De prachtige streek. Alhoewel, winters het waaiter al dit een beetje. Ja, op de fiets was het ook heel erg. Ja. Soms loop ik ook gewoon met mijn vriendinnen en dan vallen we samen op. En, en hoe komt een dame derwei onder uh, on het idee om mee te doen? Uh, vorig jaar was ik dertien, ik werd toen 14. En je moet 15 zijn om mee te doen. Okay. En mijn vriendin had me aangemeld voor de fun. Yeah. En uh, toen was ik gereserveerd voor dit jaar. En, zodoende. en zo doende. En maar de finale. Ja. Leuk om mee te doen. Ja, ik vind het super leuk. Just van fun. Ja, voor mij mag iedereen winnen. Iedereen is een topper. Wees zelf. Gewoon stralen. En gewoon pret hebben. Shine noemen ze dat, hè? Ja. Wat doe je verder? Um, ik speel piano. Ik zin een beetje. Ik hou van schilderen, tekenen. Alles creatief. Klinkt als een goed leven, hoor. Ja. En hoe is het met de boer Goed. Waar kom jij na? Bolzwart. En hoe is het? Julia. En waarom doe dus je nou, Ik ben ook gescout ja. <laughs> en ik dacht van ja, het leuk om te proberen, toch? Uh, leuke ervaring, hoor. Ja, ja is met, hoe hard het mij in hier wanneer het blondeert? Of nee, ja, ja, ja. ja. <laughs> het is niet ja. mijn eigen kleur. Ik zie het, kijk, even de zee, Ja, ik het weer een lesbeeld. Dus een kind, we hebben het better. ja, nee, dus... is dit die favoriete kleur of niet? Uh, nou ja, ik vind het wel mooi. Ja, en ik <laughs> een dochter, dus we peers en we blauw en we dit. En, en, ja, nee, ik doe niet zo wild. Ik hou het een beetje rustig. Ja, okay. ja. wat was toe uh, letterburger, best um, iets met psychologie, lijkt me wel interessant, okay. criminologie, iets ja. in die kant. ook een ging ja. En meedoen. Leuk dus. Ja. Vooral de groep, leuk. Ja, het is heel gezellig. Ja. Okay. spannend. Hoor, hoe is het Hoi, ik ben Nienke. En welkom komen zij? Uit Vraneke. Uit Franeke. Frentje. Ja. <laughs> Ooit was een keer aan de meiden? Nee, nog niet. Nee. Dit is mijn eerste keer. En hoe is de ja. ervaring? Ja, echt heel gezellig. Het zijn zulke lieve meiden. Dus dan, uh, ja, dan kan het eigenlijk niet stom zijn, zeg maar. Nee, nee, nee. 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 <laughs> nou, als je een stomme groep hebt, dan heb je een vervelende tijd. Ja, precies. Maar gelukkig hebben we dat niet. Studie, werk. Uh, ik zit op de HAVO en ik moet nog een jaar hiernaar. Oké, okay, dus nog even stampen dus? Ja, ik moet nog even stampen, dat is best wel lastig. En dan? Uh, ja, dat vind ik nog heel erg moeilijk eigenlijk. Ah, ja, ik zie het wel, ja. Komt maar goed. Tijd zat hoor. Ja. doen het al? Ja, ik ben al bezig. Ja, daar we ja. <laughs> Maar doe was gewoon? Ja, klopt. Ja. Wat is er maar niet gebeurd daarna? Zo, ja, dat is echt een, echt een hele rollercoaster best voor mij. Um, ik ga in augustus haak wond van heel Nederland uh, deze verkiezing. En daarna mocht ik natuurlijk naar de Filipijnen, uh, Nederland vertegen, uh, Hent, die is uh, mis yeah. Ja, dat is gewoon heel bizar. Dat is een finale, dat komt uh, in acht landen op een nationale tolopie. Ja, Wauw. Uh, heel bizar, ja. Leuk om bij mij te doen, dus? Ja, de bijten bij ja, het circus? Ja, nee, ik werk nooit inderdaad mee. Ja. Maar uh, ik sta aan het in de jury en uh, ja, je zit zeker wel een opvalste tussen. Dat heb uh, ja. ik wel zeker. Ja. En dan mis nu de win Hoe is het toe? Samke. Kom en uh, doe je zoiets van, ja, wil gewoon een keer meedoen? Uh, ja, ik had vorig jaar ook meegedaan. En, ja, ja. en dat is makkelijker meer? Ja, ik vond het leuker als verwacht. Ja, hè? Ja. Oké. Okay. En, en wat maakt het zo leuk? De onderdelen, de, de dagen, met, met je nou een leuke cursussen of zo? Ja, je leert er heel veel van. En uh, inderdaad, de sfeer is heel erg leuk. Dat iedereen eigenlijk al gezegd ja, ja. heeft. Maar... Ah, nee, maar dat mij benaderde. zegt <laughs> ja, ja. zo. En toch wel van een tiek om te winnen? Ja, tuurlijk. <laughs> Hoi, hoe is het? Manon. En wat kosten wij? Hier Komt Ik bekend voor, haast al een keer naar ja, mij ja ja. ja, ja. Vorig jaar gewonnen, dus nu in de jury. Gefeliciteerd. Ja, bedankt. Ja. <laughs> en doe dus, dus net met mij? Nee, nu nee. in de jury en het hele traject van een andere kant bekijken, zeg maar. En dus doe toen mij of doe ik won? Ik heb ook gewonnen. Ja, ja. ja Jury, echt streng. Ja, nee, ik ben niet streng hoor. Nee. 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 Rechtvaardig. Ik altijd. Ja. <laughs> dus uh, is leuk. Ja. Ja, goed. Leuk dat je me er al in wint. Dank wel. Hartstikke super. We kunnen heel snel nog Sanne, maar wie mag naar de, de tijdroops. Sanne, hoe laat in de finale? Wanneer in de finale? Kitje april Fries Centrum Drachten om Jelwe uur. Oké. Ja? Zullen we een beetje herrie meidje? Ik heb een cadeau. Oh, leuk! Kalender! Ja, oh, dankjewel. Dankjewel. Applaus voor jezelf En voor Sanne, succes! Dankjewel!